Nee, er zit een stukje van jouw gewozen daar op de grote Grinjene. Maar hier zit ze er ik niet. Ik ben nou al een tiertje aan het roem van, maar het is wel dreig om die gewozen te vinden, of net? Ja, want normaal zit je grote aantal niet erin, maar als je bij de graverij. Maar dat had ik dus vast gewozen verwachten, maar ze zit er ik niet. Misschien even verderop boeien. Je weet het nooit bij vogels. Ze kan vliegen en ja, dat is nooit precies vast te stellen van tevoren. Geen goers te vinden. En dat wil er zo volle soorten gewozen bij de snitsen maar zitten. De tamme gewozen, dat zijn hier de sap gewozen. Die werd ik mooi telt. De Canadese gewozen, mijl gewozen, bles gewozen, pauw gewozen. Alle gewozen die we zoeken, die tellen we mooi. En je ook in ze al je ruten koor halen? Ja, die kunnen we allemaal wel op horen. Ja, dat is net zo moeilijk, hè. Vleerende gewozen worden net meeteld, want de vogels die doorvleeren vinden vaak een oorplak. En om dubbeling vaart te komen worden lillige gewozen op de groen of in het wetter meeteld. Het liek het haast of de gewozen op de hichte binnen van de plan om de populatie weer om te brengen. Ja, ze willen eens het niveau weer ombrengen tot 100.000. Dat is het niveau van 2005. Toen waren er ongeveer 100.000 te grauw geworden, 50.000 brierperen. En dat is dan ja, maatschappelijk verantwoord dat ze dat nemen. Dus dat is een heel ingreep. Tot het jou nou ik zeer als boswachter of net echt? Nou ja, wel een beetje. Hè, maar dat prikken ik dan, ja, staan maar een beetje op nul. En dan maar even prikken. Dan ben er in de grijden uiteindelijk toch nog wat geworden. Maar die zit buiten in het telgebied. Die hoeven jou net te tellen? Die hoef ik net mooi te tellen.